Het is middernacht en aan het station van Dilbeek moeten twee gigantische vrachtwagens met een lading van 6 meter hoog de sporen over. Eén klein probleem. De bovenleiding van 3000 volt hangt in de weg. Gelukkig weten onze specialisten raad. De bovenleiding moet een 80-tal centimeter worden opgetild. De bovenleiding hangt nu op 5 meter en iets. Dat is niet hoog genoeg. En daar gaan we nu op toezien dat die hoog genoeg is, dat die zeker niet blijft hangen, anders hebben we iets voor. Dan hebben we meer werk. Om de werken in alle veiligheid te kunnen doen, mogen er geen treinen circuleren. Ook wordt de elektrische spanning van de bovenleiding gehaald. En om alle risico's te vermijden, wordt de bovenleiding ook geaard. En dan wordt die bovenleiding mechanisch losgemaakt aan twee vaste punten, dat hij genoeg bewegingsruimte krijgt om op te tillen op een veilige manier. De technici vrezen vooral die mechanische spanning. De bovenleiding staat strak opgespannen met een trekkracht tussen 1000 en 2000 kilogram. Als zo'n kabel zou knappen, kan dat zeer ernstige gevolgen hebben. Het optillen van de bovenleiding vergt dan ook heel wat voorbereiding. Dus we weten al tijdig vooraf wanneer dat gaat plaatsvinden. We kunnen dan ook onze mensen van de ploeg zelf ook inlichten wat dan de taken gaan zijn. Dus iedereen heeft zijn specifieke taak voor dat tot in goede banen te leiden. En zoals je ziet, dat verloopt voor het moment heel goed zelfs. Dus dat belooft veel goeds voor straks. 3 uur na de start van de werken breekt het moment van de waarheid aan. Zal de vrachtwagen de sporen kunnen oversteken zonder de bovenleiding te raken? Het is gelukt. Dankzij het goede werk van onze collega's kunnen deze giganten hun tocht verder zetten.